Kinderen van de Cavalierschool in Ede hebben een schutting beschilderd voor het bouwterrein aan de Telefoonweg. Daar wordt een nieuwe school gebouwd. Boven de school komen 56 appartementen. De schutting werd vrijdag 4 maart geplaatst. De bouwer wil de kinderen actief bij het project betrekken. Nou, we doen het voor de kinderen. Het is begonnen met de bedoeling om een nieuwe school te bouwen. We doen het voor de kinderen. En dit is een eerste moment. Het volgende moment dat komt er al eigenlijk heel snel aan. Dat is bij de officiële handeling. Die vindt plaats op 16 maart. Ook daar gaan de kinderen op een hele creatieve manier de officiële handeling opleuken. Zeg maar. En traditioneel in de bouw volgt dan nog een hoogste punt. En ook daar zullen we de kinderen weer actief betrekken bij de festiviteit op dat moment. En wat hebben jullie hier allemaal geschilderd? Ik heb niks geschilderd. Heb jij wat geschilderd? Ja, ik heb daar een flesje geschilderd en ik ben zelf ook op zijn bord nageschilderd. Wat staat er nu op die borden dan? Wat is dat? Kinderen van de school. Roetjes, allemaal figuurtjes. Nou, u ziet hier achter ons dat er een hele grote schutting stond. En als u daar wat moois op wil doen, daar hebben we samen met iemand van Cultura voor gezorgd. Julia Bosboom. Die heeft een mooi ontwerp gemaakt met alle kinderen erbij en met het thema de Hoge Hoed, waar natuurlijk ook de bouw over gaat. En wat is de boodschap van de schutting? De boodschap van de schutting is dat er een nieuwe school komt, het thema de Hoge Hoed en dat ook de Cavalierschool daar deel uit van maakt. Nou, u ziet, er zijn heel veel talenten, creatieve talenten bezig geweest en dat is ook wat wij als school graag willen. Werk aan de talenten van de kinderen. Mis je je oude school? Ja, want ik vond het wel heel leuk. De oude school vond je wel heel leuk? Jij ook? Ja, het was ook een hele mooie school en ook heel zo groot. En wat vind je van de school waar je nu tijdelijk zit? Nou, die vind ik ook wel mooi. Maar de eerste school die we nu hadden, die was wel mooier. Oh, maar je hebt wel vertrouwen in dat die nieuwe school ook een beetje leuk wordt? Ja, daar heb ik sowieso vertrouwen in. Gaat u voorzieningen treffen voor het afzetten van kinderen door ouders? Ja. Ja, dat was hier voorheen ook het probleem. Nou, nu de kans om het direct ook goed neer te zetten. Er komt een kis-en-rijdzone voor de school, waar de kinderen op een hele veilige manier zeg maar uit kunnen stappen, in kunnen stappen en afscheid kunnen nemen van vaders of moeders. Ja. En wanneer denk je dat je naar je nieuwe school mag? Ja, als ik in groep 7 misschien zit, want daar gaat in 2017 open, dan ben ik misschien 11 of 12. Volgens bouwbedrijf Medio 2017, en ik spreek de hoop uit dat het dan voor de zomer klaar is, dat we na de zomer kunnen beginnen. Mijn derde glasje. Ja. Je derde glas? Ik begrijp niet dat je dan nog zo stil staat. Dat maakt niet zoveel uit.